Yo Nintendo fans, yo Dekatu Army, dit keer geen epische intro. Want er is wat misgegaan met mijn opnames van mijn Fire Only Challenge. Mijn game audio lagde echt als malle en dat klinkt ongeveer zo. En dat is dus bij 3 afleveringen gebeurd, maar die 3 afleveringen heb ik toch tot 1 aflevering geknipt, want er zijn genoeg epische dingen gebeurd die jullie sowieso moeten zien. Dus ja, de audio in deze video is een beetje slecht, maar doe toch maar even dat duimpje omhoog. En dan ga ik zorgen dat het bij de volgende aflevering weer allemaal oké is. Oké, daar gaan we, Opal. Kom maar, let's do this! Zo, dan gaan we alweer voor onze 5e gym badge, jongens. Onze 5e gym badge gaan we hier proberen te halen bij Opal. Die al gewoon lekker bijna aan het slapen is, zo te zien. Staat hier heel chill te wachten tot we er eindelijk zijn. Het laatste deel van de missie is Opal. En daar gaan we. Ja, dat duurt wel even voordat Opal bij de zijkant van de cirkel is. Die loopt niet zo hard. Ben je er bijna, Opal? Ja hoor. Ik vind het zo'n vaag figuur, deze Opal. Ik kan er niks aan doen. Huh? Een Weezing? Oh ja, natuurlijk. Galarian Weezing. Dit is niet chill. Een Galarian Weezing is ook gewoon Poison type. Ik ga even switchen naar Wilbo, jongens. Want die moet even dik gaan doen. Weezing doet sludge. Ja. Oh, je begint nu al met je vragen. De nickname van Opal. The Wizard. Ja, oké. Die hebben we goed. Hiermee is Wilbo nog wat sneller geworden. Oké, let's go, Wilbo. Doe dik. Weezing kan dus lekker niet raken nu. Helemaal top. En dan dikken wij zijn hoofd. Oh, maar hij heeft de levitate ability. Oh nee. Dit gaat helemaal niet goed, jongens. Oké, weet je wat? Ronald, fix jij dit maar weer even. Want dit gaat helemaal niet de goede kant op, jongens. Krijgen we weer een sludge bonds bakkes. Nog een critical hitje ook. Nog een vraag. Oké, wat is de favoriete kleur van Opal? Dat is paars. Ja. Oké. Ronald wordt ook geboost. Doe maar gewoon even pyro ball, jongens. Kijk of we die Weezing ook gewoon in één keer kunnen slopen. Dit zou lekker zijn, hè. Oh, nee. Nee, net niet. Nee. Ronald is ook poisoned nu. Nee. Potverdorie, man. Ik had even niet verwacht dat ze met die Weezing zouden beginnen. Nou is het klaar, Weezing. Nou ben ik je zat. Dit is nu even afgelopen. Doei. Later. Ah, oh, man. Don en Bardo gaan een level up. Terwijl Don en Bardo precies niks hebben gedaan. Oké, de volgende is een Togekiss. Nu ga ik weer gebruik maken van Dionne. En daar is Togekiss. Ja, Opal, die heeft gewoon nog steeds 3 Pokémon over, hè. Die Weezing, die heeft het me wel lastig gemaakt. Oké, kom op, Dionne. Sloopt die Togekiss. Oké. Het is super effective. Oh nee, Ancient Power. Dionne is genakt. Dit gaat helemaal niet chill. Oké, Don. Nu moet jij het maar even gaan doen. Begin maar even met Stealth Rock, zodat die 2 die hierna komen ook nog damage krijgen. Togekiss doet Ancient Power. En dat is ook gewoon super effective. Dat meen je niet, want we zijn natuurlijk ook een vuurtype. Oké, lastig dit. Oké, nog een vraag. Hoe oud is Opal? Ja, nee. Ik zal gewoon 16 jaar zeggen. We hebben een complimentje gegeven aan Opal. Daarmee helpen we onszelf. Weer een Ancient Power op mijn bakkes. Die Togekiss is lekker bezig, zeg. Potverdorie, Flame Charge. Ah, nee. Hij overleeft het ook nog. En nog een keer een Ancient Power. Nou ja, Don die kan het in ieder geval wel allemaal hebben. Dat is best wel relaxed. En we hebben Togekiss nu ook verslagen. Man. Ik had echt niet gedacht dat ik zoveel moeite zou hebben met freaking Opalletje. Ik dacht dat ik daar wel een aardige oplossing voor had, maar het is toch lastiger dan gedacht. Oké, Bardo. Jij mag deze maar wow even gaan slopen. Kom maar op, Bardo. Flame Wheel. Het zou lekker zijn als je hem in één keer nakt. Maar nee, net niet. Maar wow, dit Iron Defense. Dat is helemaal goed. Dat doen wij gewoon nog een keer Flame Wheel. Oké, nice. Oké, toppie. Maar wow is kapot. Nou ben ik benieuwd welke Pokémon Opal ook alweer als laatste heeft. Want dat ben ik gewoon echt even vergeten. Kijk, weet je wat het is? Wat ik zo raar vind? Fairy is not very effective tegen Fire. Alleen, al deze Pokémon van Opal, die hebben een ander type wat wel weer super effective is tegen mijn Pokémon. Dus dit is een ding. En wij gaan gewoon even Dynamaxen met Bardo. Let's go, Bardo. Dan mag jij het gewoon even gaan fixen. Ik had gedacht dat we misschien uiteindelijk bij Don of bij Ronald uit zouden komen. Maar die hadden er toch wat moeite mee. Dus Bardo, onze Sandy Scorch. Here you go. Doe jij het dan maar. Ja, oké. Opal is wakker, jongens. Opal is helemaal wakker. Opal staat aan. En daar krijgen we Gigantamax All Creamy. Onze mega taart, jongen. Ik krijg er gewoon honger van, joh. Stealth Rock die heeft wat damage gedaan op All Creamy. Dus dat is nice. En dan gaan we er nu even overheen met Max Flare. Nou, dit doet niet zo heel veel. Dit...
Ja, ik had gehoopt dat het iets meer damage zou doen. Maar helaas, dan ben ik heel erg benieuwd waar All Creamy nou mee komt. Want straks heeft All Creamy ook opeens een super effective move. G-Max Finale? Nou, helemaal top. Het deed niet zo heel veel pijn. Oh, maar het... Oh, oké. Okay. Oh, All Creamy die krijgt er wel gewoon HP door. Oké. Okay. En die krijgt er bijna net zoveel HP door als wat ik damage doe op All Creamy. Dus oké. Okay. Critical hitje, denk ik, of niet? Nee, door de sunlight. Nice. Door de sunlight doen we nu iets meer damage. Maar ja, die All Creamy die gaat toch wel aardig los hoor. Kijk, legt hij wel lekker HP'tjes erbij. Gaan we dit redden met deze Max Flare? Gaan we de badge binnenhalen? Of hebben we hier nou nog een bird nodig? We gaan het zien. Ah, we hebben nog een birdje nodig. Oké, All Creamy maakte me toch wel lastig. Ja, Opal maakte me gewoon lastig in deze Fire Only Challenge. Dus ik heb wel respect voor Opal in deze challenge. Oké, dat was het. Volgens mij, ja, oké. De Gigantamax, de Dynamax birds zijn over. Nu krijgen we weer de normale Pokémon gevechten. Let's go, All Creamy. Nu heb je vast niet meer zo'n super move. Staat er ook een beetje bij van, oh nee, ik heb dit verloren. Arm beestje. Oké. Ja hoor. De badge is binnen. Ja hoor. We schudden elkaar weer de hand. En dan is de vijfde badge, de Fairy type badge, in de pocket. Lekker. Oké, let's go. We gaan deze battle doen. We gaan voor onze zesde gym badge, jongens. De ijsgym. Het is hier wel een beetje koud, hoor. In mijn korte broek en mijn shirtje. Man. En daar is ze, de gymleader van deze zesde gym. Ik ben Melanie. Zoals je kan zien heb ik alleen maar ijstype Pokémon. Ja, ik hoop toch echt dat je niet met die water en ijs combo komt. Want dat wordt lastig. Dan moeten we steen gaan gebruiken. Alleen steen. Ja, dat wordt natuurlijk ook gesloopt door water. Of we moeten fighting moves gaan gebruiken. Ja, en alleen Ronald heeft een fighting move. Dus, nou ja, we zouden dat wel kunnen gaan proberen. Hier een Frostmoth. Die heeft een soort van zonnebrilletje op, volgens mij. Oké, Frostmoth. Ik geloof nooit dat dit heel erg moeilijk gaat worden met Frostmoth. Laten we Pyro Ball doen. Op Frostmoth. It's a pataka blinky blam. Ja, kijk, dit is easy. Tot zover. Geen enkel probleem voor mijn vuurteampie tegen deze ijspokémon. Dionne gaat een leveltje omhoog. Dat is ook altijd heerlijk om te zien. En de volgende, Darmanitan. Oké, cool. Darmanitan wordt volgens mij, als die strakjes laag HP heeft, als die tenminste mijn klap overleeft, wordt die volgens mij weer een vuurpokémon. Ik dacht dat dat het ding was met Darmanitan. Dat is best wel cool. Maar hopelijk sloop ik hem gewoon in één keer met Pyro Ball. Ja hoor, Darmanitan is ook gewoon voltooid verleden tijd. Wie is de volgende? Een Ice Cube. Kunnen we ook makkelijk hebben, want is ook alleen maar een ijspokémon. Super schattig trouwens. Gewoon een pinguïn met een ijsblok op zijn bak is. Ik vind het echt geniaal. Dit is ook geen probleem. Dit is helemaal nog super makkelijk. Maar ja, we moeten natuurlijk even afwachten wie de laatste Pokémon wordt, want... Oh, wacht. Dit is net als Mimikyu natuurlijk. We moeten eerst het ijsblokje van zijn hoofd afknallen. Hij doet nu ijswind. Ik hoop dat het mij niet bevriest. Nee, we zijn nog niet meneer de Vries, dus dat is nice. We zijn alleen wat trager geworden. Dat is een beetje balen. Ik ga nu proberen met Flame Charge hem te slopen. Oké. We zijn nu echt langzaam. Het is allemaal not very effective. Maar Flame Charge sloopt Ice Cube wel. Mijn speed is inmiddels weer omhoog, dus dat is top. En niemand gaat de level omhoog. Nee. Oh, deze Lapras, hè. Deze Lapras zou mijn hele team kunnen slopen. Ik ga niet mijn Pokémon wisselen. Ik ga Ronald Dynamaxen. En dan gaan we het gewoon proberen met de fighting move. Laten we hopen dat ik sneller ben. Ik ga er wel een klein beetje van uit. We gaan Max Knuckle gebruiken. Ik ben sowieso sneller, dus dit is heerlijk. Ik denk wel dat als wij Lapras niet in één klap slopen, dat Lapras Ronald gaat slopen. Dat denk ik wel. Oké, daar gaan we. Ons Duracell konijn. Let's go. Let's go, Ronald. Ja, en dan Gigantamax Lapras, jongens. Gigantamax Lapras is natuurlijk super vet. Ik heb nog geen Gigantamax Lapras in mijn eigen playthrough. Nee, die heb ik nog nooit weten te vangen. Ah, super vet. Ik vind het ook wel... Die Gigantamax Pokémon, die vind ik wel mooi, hoor, vaak. Kijk dan. Een soort van ijsachtige muzieknootjes van kristallen om Lapras heen. Let's go, Ronald. Max Knuckle. Ja, het doet niet genoeg damage. Nee, daar was ik al een klein beetje bang voor. Mijn attack is wel omhoog nu. Max Gazer op mijn bakkes. Ronald gaat nu kapot, jongen. Ja, dat dacht ik al. Oké, ik ga Dionne nu inzetten. Dionne is super snel. Ik hoop dat Dionne sneller is dan deze Gigantamax Pokémon. Anders hebben we sowieso een probleem. Dan ga ik Poison Fang doen. En dan ga ik hopen dat ik Lapras gewoon... eventjes poison. En dat lukt niet. Nee, dat lukt niet.
Oh, dat was mijn hoop. Ja, dan is Dionne sowieso ook down. Die gaat het niet overleven. Oké, ik heb Wilbo natuurlijk nog met Retaliate. Dat doet dubbel damage op het moment dat in de vorige beurt een Pokémon down is gegaan. Ik ga Thomas even inzetten. Omdat Thomas... Ja, die... Sorry Thomas, maar ik denk niet dat je heel veel inbreng hebt in deze battle. Dit is dan gelijk ook de laatste beurt dat Lapras ge-Gigantamax is. En dan ga ik Will-O-Wisp proberen. Nee, dit werkt allemaal niet. Oh, arme Thomas. Arme kleine mini Thomas. Gaat het ook niet overleven. Oké, nu is het de beurt aan Wilbo. Wilbo heeft bovendien een item waardoor de kans groot is dat je niet geraakt wordt door de tegenstander. Dus laten we daarop hopen. Laten we daarop hopen en laten we hopen dat Retaliate gewoon flink damage gaat doen op Lapras. Let's go, Retaliate. Lapras doet surf en het lukt ook nog. Ook Wilbo is gewoon dood. Nee, deze Lapras, jongen. Oké, Don, het is aan jou. Ja, je bent denk ik te langzaam. Maar misschien kan je een aanval overleven, want jouw defense is super nice. Dus laten we hopen dat Ancient Power pijn gaat doen. Lapras doet surf. Ja, dat zag ik aankomen op zich. Holy crap. Ik word zo hard gesloopt. We hebben Bardo alleen nog. Oh. Ik ga mijn max revive gebruiken op Ronald. Ronald is snel. Ronald moet het zien te fixen. Lapras doet icy wind. Dat is niet fijn. Oh, dat is op zich prima. Oké. Oh. Oké. Worden we een soort van gespaard nu? Of is het gewoon een foute keus? Misschien is het slim om nu ook Dionne even te reviven. Dionne is super snel. Dionne kan misschien nog wel wat doen met haar poison moves. Oké. Lapras doet surf. Dit is het einde van Bardo. Nee, Bardo overleeft het. Holy shit. Misschien moet ik het gewoon even op zeker gaan spelen en een hyper potion aan Bardo geven. Misschien dat Bardo dan nog een beurtje extra overleeft. In ieder geval zijn we nu weer full HP met Bardo. Ja, oké. Nee, Lapras die snapt het nu weer. Ik dacht even dat Lapras helemaal in de war was. Dat hij gewoon expres ice moves ging doen. Maar nee, oké. Lapras die lijkt het weer te snappen. Bardo, doe maar bugbar. Waarom ben jij zo snel, Lapras? Hoe dan? Hoe ben jij zo freaking snel? Dit is zo niet chill. Je gaat me niet vertellen dat je ook sneller bent dan Dionne, toch? Dat kan ik me echt niet voorstellen. Dionne, Venoshock. Oké, nice. Lekker. Hoeveel damage doet dit? Niet zo heel veel. Oh. Laat me één beurt overleven. Nee, ik overleef het niet. Dit is weer een kwestie van één klap, jongens. We zijn sowieso sneller. Gaan we dit redden met Double Kick? Double Kick is helemaal geen sterke aanval. Gaan we dit redden? Alsjeblieft, zeg me dat we dit gaan redden. Ja, we hebben dit net gered. Holy crap. Dit was een ernstig moeilijke battle uiteindelijk tegen deze Lapras, man. Deze Lapras was insane. Eén Pokémon sloopt mijn hele freaking team. Met Max Gazer en Surf. Twee supergoeie wateraanvallen. Het is alsnog gelukt. We hebben hem binnen, jongens. De zesde badge. Maar dat ging echt niet zonder moeite. Oh. Ja, dat was hem dan. Sorry nogmaals voor de audio. Maar ja, het kan gebeuren, hè. Na 800 video's op dit YouTube-kanaal mag er ook wel een keertje wat fout gaan. Doe in ieder geval even dat blauwe duimpje gewoon omhoog, zoals jullie altijd doen. Abonneer op mijn kanaal als je meer Pokémon en Nintendo video's wil zien. En dan beloof ik je dat het de volgende keer weer allemaal in orde is. Wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rikachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!